Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag en ik had mijn vorige vlog er best wel abrupt afgesloten. En ik wil eigenlijk het intro een beetje kort houden van deze vlog. Maar ik zal verder in deze vlog nog even uitleggen wat er gebeurd is. Mochten jullie dat willen weten. Ik ga in ieder geval nu naar kantoor en ik heb heel veel werk te doen. Dus ik ga werken en Olivia slaapt. Die is vandaag met de oppas. Ja. En ik heb dit shirt aan van Missguided. En ik heb deze broek aan van ASOS. Ik weet niet of die er nog is. Ik ga zoeken. Als die er is, laat ik een link achter. Want ik ben zo lang op zoek geweest naar, zeg maar, een tuinbroek. Hoe je dat ook noemt. In een soort van beige gebroken witte kleur. En ja, ik ben echt super blij met deze. Dus ik ga even mijn spulletjes pakken en naar kantoor. Ik ben op kantoor aangekomen en er zijn natuurlijk pakketjes. En één pakket is heel leuk, want ik denk dat de meesten van jullie wel For Love and Lemons kijken. For Love and Lemons kennen. Dat is een merk met super mooie jurken. Daar draag ik ook best vaak jurk van. En die zijn met een kindermerk gestart. Die hadden gevraagd of ze wat mochten opsturen voor Olivia. Ik zal de link naar de website hieronder posten. En ik zit er al best wel een tijdje aan te denken om zelf iets te gaan beginnen. Dat wil ik eigenlijk nog niet zeggen. Voor kinderkleding. Omdat ik gewoon heel erg merk, helemaal sinds ik zelf moeder ben, dat er gewoon niet heel veel leuke kinderkleding te koop is. Maar dit is eigenlijk wel de eerste website die ik echt, dat echt gewoon 100% mijn stijl is qua kleding. Het heet Little Lemons. Dat is dus van For Love and Lemons. Dus, dit hebben ze opgestuurd. Deze jurk. Roze met dingetjes erop. Super schattig. En een romper. Gewoon lekker voor de zomer met stippeltjes. Deze lijkt wel klein, maar er staat van 12 tot 24 maanden. Oh, het is ook in LA gemaakt. Dat is leuk. Dus ja. Deze. En deze vind ik echt... Oh, Esme heeft haar vlucht gemist. Even kijken. En dit is dus een top. Dit is echt, ik vind dit pakje zo verschrikkelijk leuk. Ik denk dat Vief dit ook leuk vindt. Misschien voor haar nichtje trouwens. En deze broek hoort daarbij. Dit is echt een leuk pakje. Ik heb echt zin om dit aan te doen. Dus dat is daarvan. En voor de rest, ik heb echt, ik moet best wel veel regelen. Omdat ik vorige week niet... naar Amerika gegaan ben. En ik heb echt super veel e-mails. Dus dat ga ik doen. Het volgende pakketje is een Belated. Super schattig. Een Belated van EOS. Een paasdingetje, mandje. Wat super leuk dit. Hebben ze echt leuk bedacht. Echt creative. Libby is helemaal obsessed met EOS. Dus ik geef er altijd een aantal aan haar. Volgens mij is ze alleen nu bijna allemaal. Maar goed, ik laat er in ieder geval even één op kantoor. En... ik had op mijn Instagram stories gezet. Dit is eindelijk gearriveerd. Ik had hem in een L besteld. Ik had heel veel direct messages gekregen over deze trui. Linkje gaat nu hieronder. Want volgens mij hebben ze nogal wat items. Je hebt hem in donkerblauw. Wit. Ik zal hem even linken naar deze. Maar dan moeten jullie maar even verder klikken op de site van de Bijenkorf. Want ze hebben hem dus bij de Bijenkorf. Maar er komt vlog online zondag. Ja, ik denk dat ze hem nog wel hebben. Ik heb een L besteld. Want ik hou van oversized. Maar hij is al redelijk oversized. Dus... ja, dat voor degene die het vroeg. Dit is echt zo'n trui die ik nooit mijn hele leven meer weg ga doen. Die moet echt, Olivia moet die aan als ze student is en als ze cool is. En dit is gewoon echt een forever, forever sweater. Er is een nieuw pakket gearriveerd. En daar was ik heel benieuwd naar, want een meid had mij benaderd voor baby voeding. Kindjesvoeding, dat heet Love My Veggies. En ze hebben ook wel een persbericht mee gestuurd. Dus ik ben heel benieuwd. Dat vind ik altijd zo leuk om dingen voor Olivia te ontvangen. Hopelijk vallen ze in de smaak bij Olivia. Dat hoop ik wel. Een tas erbij. Even kijken wat het precies is. Dus dit zijn, oh, dit is biologische mini-muesli. Oh, wat leuk. 12 maanden plus. Dit zijn snoepstellen, biologische snoepstellen. Biet, aardbei en banaan. Het ziet er ook echt heel leuk uit. Ik vind het echt super leuk, dit initiatief. En mini-muesli. En dit is... oh, ook biologische snoepstellen. Oké. Nou, we gaan het... en een leuk bordje erbij. Ik ga dit mee naar huis nemen. En we gaan het testen vanavond. Ik ben klaar met werken op kantoor. En ik ga nu snel even een Instagram-foto maken. Ik weet alleen niet waar. Ik weet geen leuke plek. Olivia, vind je het zo lekker? We hadden even vergeten dat de zak open was. Dus ja... toen gebeurde dit. Kijk hoe mooie fotoplek wij gevonden hebben. In de pijp.
Goedemorgen, het is vandaag woensdag en het zonnetje schijnt. Ik heb Olivia naar de crèche gebracht en ik ben even bij Sander aan het rondhangen. Hey. Maar Sander is aan het werk, dus die vindt mij volgens mij vervelend. En ik heb een nieuwe Tommy trui aan. En hier is het water van Olivia. Ik ga eventjes mijn sieraad in doen. Ik vlog echt nooit op deze verdieping trouwens. Wat verder nog. Ik ga nu brunchen met Monica. En dan denk ik, Sander en Bibi gaan tennissen. Dat ik eventjes naar de tennis ga. Toch Sam, dat is wel gezellig. Dat we na het lunchen naar... Want hoe laat gaan jullie hier weg? Twee uur. Ja. Dus, dat zijn mijn plannen. Ik ben zo blij met mijn Tommy trui. Vind jij hem leuk, Sam? Deze trui? Ja, sure. Ja? Boeit je allemaal niet zoveel. Oh, you look like a giant Tommy billboard. Ja, ik ben een Tommy billboard, dat is wel echt waar. Ik heb gewoon zelf gekocht door deze trui. Ik krijg altijd heel veel vragen voor sieraden. Dit is wat er vandaag in mijn oor zit. Deze en deze zijn van Beats by Romy. Ik hoop dat ik scherp ben trouwens. Deze van Louis Vuitton. Deze is van ASOS. Ik zal linkjes hieronder posten. En deze is ook van ASOS. Ik ben gezellig. Ik ga lunchen met Mootje. Mijn camera heeft problemen met scherp stellen. Maar volgens mij ligt het aan mijn instellingen. En we hebben net best veel besteld. En zeiden ze tegen ons, komen er nog meer mensen. Maar dat is altijd zo. Oké, het is even later. En ik heb Olivia gehaald van de crèche. En ik ga nu naar huis. Bibi is er en Sander is er. En nu ga ik boodschappen doen. Dan ga ik denk ik pasta maken. En Olivia is heel moe, want een ander babytje moest een beetje huilen in de slaap. Dus was Olivia ook na een kwartier wakker geworden bij haar slaapje op de crèche vandaag. Hey lieverd! Olivia! Hey. Olivia die wil altijd overal naar links en naar rechts kijken. En alles zien. Dus als ik de kap erop doe, wordt ze ook altijd boos. Want dan kan ze minder zien. Alles in de gaten houden. Ik ben thuis en ik ben mijn pasta aan het maken. De vegetarische pasta. Ik zal het recept trouwens hieronder posten, want best wel veel hadden gevraagd wat het recept is. En het is super lekker. En wij maken het eigenlijk elke week op woensdag, want dan hebben Bibi en Sander tennis gehad. Ik ga nu zelf ook tennis op donderdag. Bij dezelfde leraar als jullie met Monica. Wist je dat? Dat heb ik ongeveer geregeld. Ja, maar wist je dat het echt ging gebeuren? Kijk, Bibi is gezelliger weer. Hallo. Hi. En ons limoen. Zit je nou ons baby bier te geven? Zo leuk voor de vlog. Heel leuk voor de vlog. Baby die bier drinkt. Je bent geen baby meer. Iemand had gecomment onder mijn vlog, jongens, vorige week. Wanneer gaat iemand haar vertellen dat haar kind geen baby meer is? Dit is nog steeds een baby. En die is ondertussen 12. Weet je wie nog steeds een baby is? Dit. Dat is echt nog een baby. Dus ja. Hij heeft zelfs de babysarmen getatoeëerd van baby. Dus ja. Jongens, ik vind mijn trui zo leuk. En de jasjes zijn er weer. Oh, ik heb afgelopen jaar zoveel vragen over de denim jasjes gehad. En die zijn er weer. Alleen ze zijn in het wit en in het denim. Bij de mannenafdeling. Gaat hieronder linken. Dus die moet je gewoon even in de XS bestellen. Mochten jullie dat willen. En vooral die denim is zo'n mooie kleur. Dus dat. En dit is niet gesponsord met Tommy Hilfiger. Ik heb het gewoon zelf gekocht. Maar ik weet gewoon dat dit iets is wat echt heel veel mensen Bobby leuk vinden. Including me, myself and I. Bobby. Bobby? Bobby is er niet, schat. Bobby zit in de oven. Bobby zit in de oven. Er zit een aubergine in de oven. Dus dat. Aubergine. Ja, wij gaan even verder koken en lekker eten. Wij hebben Olivia naar bed gebracht. En we hebben net allebei een massage gehad aan huis. Dus dat is heel fijn. En het is nu 8:30. En ik ga denk ik heel even werken nog een half uurtje. Want ik ben vandaag best wel veel van huis geweest. Dus ik denk dat ik dat nu ga doen. Ja, Bibi gaat naar bed. En dan ga ik lekker als Sander zo klaar is. Hopelijk gaat Sander dan niet werken. Dan kunnen we eens lekker series kijken. We kijken zo'n serie op Netflix. Ik weet niet of iemand dit ook kijkt. En dat heet Classic Houses, waarin ze huizen helemaal gaan verbouwen. Echt super stom, maar we vinden het allebei zo leuk. Dus
Ik ben benieuwd of jullie dat gezien hebben ook. Ik lig in bed. En ik heb crème op voor mijn puisten, zoals jullie zien. En ik ga lekker slapen. Dus ik zie jullie morgenochtend. Dat is de... Goedemorgen. Olivia is juf Roos aan het kijken. En broodjes avocado aan het eten met mij. En ik ga me even opmaken, want ik heb zo heel vroeg een afspraak. En ik ben me aan het opmaken. Heel veel mensen vragen altijd, hoe doe je dat? Opmaken met een baby in de ochtend. Maar ik doe dus altijd terwijl Olivia serie kijkt en ontbijt. En ik ook. Doe ik altijd tegelijkertijd me opmaken aan tafel. Dus dat ga ik nu ook doen. Tenminste, soms doe ik het wel als de oppaster is of Olivia naar de crèche is. Maar ik heb nu gewoon om 9 uur een afspraak. Dus dat moet nu. En ik heb 3 afspraken vandaag. En dan gaan we naar Rotterdam. Hebben we afspraak met de bank en onze accountants. En dan heb ik een shoot. Dus ik moet gewoon nu alles voor de hele dag doen. Dus ik was mijn haar dan meestal voordat Olivia wakker is. Dan kan het zeg maar nu drogen. Terwijl ik me opmaak. En dan maak ik me op terwijl we ontbijten. En dan ja, ga ik meestal neem ik haar mee naar mijn kledingkast als ik me ga aankleden. En dan zet ik haar daar even op de grond. En zo ga ik zeg maar mezelf klaar met een baby. Met alleen mijn eyeliner kwijt. Ik denk dat hij nog boven ligt. Ik ben op een afspraak in het Ink Hotel. Ik film echt nooit tijdens afspraak eigenlijk. Ja, het is hier best wel leuk eigenlijk. Ik heb weer iets dat fresh heet. Ik ben eventjes gaan werken. Want ik heb een volgende afspraak. Over een kwartier. Dus ik moet waarschijnlijk gaan. Maar het zit hier wel fijn. Kijk. Ik ben gezellig eventjes een koffietje aan doen met Ajaar. En zij heeft superleuke producten van Givenchy. Kijk hoe mooi dit eruit ziet. Het is helemaal van leer. En dit is een losse poeder. Echt super mooi. En deze lipstick. Hoe heet deze lijn? De Prisme Libre is dit. Het is geen lijn, maar het is een de Prisme Libre product. Special edition. Inderdaad. Edition Couture. Heel mooi. Ik zit in de auto. Afspraken zijn gedaan. En nu zit ik in de auto met my boyfriend. En we gaan naar Rotterdam. Capelle. Rotterdam. Capelle. Capelle. Met onze accountant in de bank. Super saai. We hebben er allebei nooit zo heel veel zin in. Maar ja. Hoort ook bij de leven. De bank is altijd zo streng. Zo streng, zo corporate. Dus dat gaan we doen. En dan daarna heb ik een shoot. Jij hebt ook weer afspraken, hè? 2. Ja, met mijn agent. En daarna heb je ook met Hans afgesproken. Nee, met Hans, ja. Ik ken Hans al 32 jaar. Is dat erg om te zeggen of niet? Dat is zo erg. Ja. Maar het is wel leuk. Weet er je zijn wat ook is? Mensen die ik gewoon bijna 30 jaar ken. Nee, dat is zo. Je moeder, je vader. Maar als je zeg maar al heel lang mensen kent, dat is wel fijn. Want dan zijn sommige dingen ongesproken. Kijk je elkaar aan en dan weet je, ja, het zit wel goed. Het zit wel goed, ik geloof het wel. Ook als het gaat om vertrouwen of om... Dus dat is wel leuk. Hans die helpt mij met dat feest van Koningsnacht. Ja. Party Koningsnacht. We gaan, dat is volgende, nou dat is jullie ineens vlog zondag. We hebben een feestje. Ik zal even een link hieronder posten mochten jullie nog geen plan hebben. Feestje doen met Koningsnacht. Woensdag. Ja. En wij zijn daar allebei ook, deze leuke mensen. En Dennis Rijer. Dennis Rijer komt draaien van 538. Dennis Rijer ken ik ook wel heel lang. Ja. Ik ken Dennis Rijer ook al 6 jaar. Ja. En jij wordt gebeld door Monica Geuze. Oh, dan gaan we die even opnemen. Hoe weet je dat? Hoe zie jij dat? Ja, dat hoor ik aan het aan de ringtone. Door wie ben jij gebeld? Maar mijn telefoon staat toch niet aan. Door wie ben jij gebeld? Ja, geheim nummer. Geheim nummer? Ja, maar ik denk dat dat mooi is. Oké, we gaan eventjes verder lijken. Zo, deze mensen hebben weer een meeting gehad. En we zitten in de auto. Klopt. Back to the dam. Back to the Amsterdam. Back to the Amsterdam. Oh, ik moet even wel zo mijn laptopje weer open zetten, want ik moet even iets fixen. Sander. Ja. Ik heb een vraag. Ja. Wat is iets wat jij denkt, je moet wel niet eerlijk antwoorden, niet het beste antwoord geven. Wat denk jij dat iets is wat mensen die YouTube kijken niet van mij weten? Wat mensen zijn verbaasd over mij? Je hebt een beetje stinkvoeten. Ja, maar ik vind het wel... Over mijn karakter. Over je karakter? Ja. Ik heb geen stinkvoeten. Ik wel. Echt niet. Nou, sorry, maar ik bedoel... Wel, gewoon.
Je bent wel zachter dan veel mensen denken dat je bent. Ik denk dat ik niet iets gek zeg als ik zeg dat je je af en toe wat groter voordoet dan dat je bent. Ja, nee, je wou toch iets weten? Ja, nee, ik bedoel, denk nog iets over jou kan vertellen wat mensen niet van jou zouden weten. Nou, je zou natuurlijk kunnen spreken over mijn bedkwaliteit. Fenomenale. Nee, weet je wat heel veel mensen niet over jou weten? Dat jij extreem goed kan tekenen. Dat vind ik zo leuk. Oké, nou ja, ten eerste vind ik het wel meevallen. Maar... ik was zo bizar goed tekenen. En Bibi weet het ook. Als Bibi deze vlog kijkt, dan zit zij echt nu te zeggen, ja, papa kan zo goed tekenen. Okay. Wij kunnen dat allemaal niet. Nou, op zich heb ik wel een enorme hoeveelheid talentvolle... Ik zit in een witte waas. Mensen in mijn familie, dus het is niet heel vreemd. Nee. Hey, maar hoe zit het nou bij zo'n bank? Dus ik stap daarin, ik heb dan toch een soort van emotie. En hoe kan jij dan in dat soort gesprekken gewoon dat allemaal uitzetten? Ik vind dat echt ongelooflijk. Ik heb gewoon geen emotie als het over zakelijke afspraken gaat. Ik kan er niks aan doen. Dat voelt voor mij gewoon niet emotioneel. Nee, want het was dus daardoor een heel goed gesprek. Want ik gaf dus zeg maar... Je hebt al je emoties beetje, dan losdumpen. Ja, precies. Ik gaf een beetje de emotionele kant van de zaak. Maar dat is toch eigenlijk een rare dynamiek tussen jou en mij. Ja, Sander is echt... Sander is heel goed een relatieprobleem oplossen. Sorry. Ja, dat is echt zo. Al mijn vriendinnen zeggen ook, ja, Sander is zo goed in relaties. Het liefst zouden al mijn vriendinnen denk ik elke dag gewoon aan jouw relatieadvies vragen. Dat is echt zo. Zou dat misschien niet komen omdat ik gemiddeld 34 jaar ouder ben dan al jouw vriendinnen? Nee. Sorry, maar ik kan een aantal mannen opnoemen van 60 plus. Een beetje jouw leeftijdscategorie. Ja. Die allemaal heel slecht zijn in relaties. Oké, maar het is natuurlijk wel zo dat veel van jouw vriendinnen jonger zijn dan jij. En ik ben 2-3 jaar ouder dan jij. Dus dan zit er wel... zit er wel een beetje leeftijd. Een beetje leeftijd. Dat is waar. Nou, ga jij maar even op de weg letten en dan gaan we even verder. Ik moet eventjes... Je vindt het nu niet meer leuk? Ik vind het niet meer leuk. Vind je het geen leuk gesprek? Ik moet het laptopje eventjes open doen. Ik ben thuisgekomen en ik zit op de grond. Ik heb me omgekleed en nu ga ik naar een shoot. Die binnen 2 uur klaar moet zijn, dus ik ga even opschieten. Oké, ik ben thuis en we zijn eindelijk klaar met shooten. En ik heb Olivia naar bed gebracht en Mo is er gezellig. Die is komen eten en ik moet nu nog editen. En dan is het eindelijk klaar en we gaan gezellig met Bibi en Sander boven film kijken en snoep eten. Oké, wij zijn net klaar met film kijken. We hebben How to Lose Guy in 10 Days gekeken. En overbelicht. Het is echt super laat. Ik moet morgen vroeg op met baby. Olivia gaat morgen naar de crèche. Dus ik ga lekker slapen een paar uurtjes. Dus ik zie jullie morgenochtend. Hey guys, good morning. Het is vrijdagochtend. Ik heb echt rode ogen. En Olivia is net naar de crèche. En ik moet nu shooten. En het is echt super bewolkt en koud buiten. Dus dat is niet zo chill. Maar goed, ik bedacht me voordat ik de vlog ga afsluiten. Dat ik nog eventjes iets wilde zeggen over vorige week. En dat ik de vlog ineens best wel plotseling had afgesloten. Ik zou dus naar Coachella gaan met Sander. En daar had ik super veel zin in. Het was deels voor de lol, maar deels ook voor werk. Alleen, zoals jullie weten, heb ik wel eens paniekaanvallen. De laatste tijd helemaal, sinds Olivia geboren is en sinds ik bij haar weg moet af en toe.
dat vind ik gewoon niet heel erg makkelijk. En ik had echt al, ik was al 3 weken zo gestrest en ellendig ervan eigenlijk. Dat ik naar Coachella zou gaan. Omdat het gewoon best wel ver is. Het is gewoon 11 uur vliegen. En nou ja, het is gewoon, je bent gewoon echt ver van huis. En ik maak me dus geen zorgen over haar. Want ze heeft lieve oppas. En mijn moeder die zou komen. En het heeft allemaal lieve mensen om haar heen. En ze is sowieso, zoals jullie weten, echt een heel makkelijk kind. Dus dat was eigenlijk het probleem niet. Maar ik kon zelf gewoon dat gevoel niet aan. Dat ik dan geen controle zeg maar daarover zou hebben. Dat ik vooral het idee van het vliegtuig ingaan en 11 uur lang in een vliegtuig zitten zonder dat ik zeg maar daar controle over heb. Daar kon ik gewoon niet tegen. Dus ik ben uiteindelijk wel naar Schiphol gegaan. En daar heb ik zo'n paniekaanval gekregen dat ik gewoon naar huis ben gegaan. Wat allemaal heel dramatisch was. En ook heel vervelend, vooral voor Sander. Want ja, dat het was ook zeg maar voor hem een weekend werk en weg. En hij is mee naar huis gegaan. Want hij wilde mij natuurlijk niet alleen achterlaten. Dus ja, dus dat is er gebeurd. Voor iedereen die dat vroeg. Dus ja, super vervelend. Ik ga wel zelf kijken of ik er iets aan kan doen qua coaching of iets. Ja, dus dat. Ik ga me nu opmaken en ervan door. En ik moet gaan, dus ik ga de vlog voor deze week afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Vergeet niet te subscriben. Dat zou ik ook heel erg leuk vinden. Ja, en ik zie jullie gewoon woensdag weer.